Toppers, Manifestation Junkies. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Weer vanuit de auto. Op dit moment ben ik op weg naar mijn mama. Om daar even lekker te gaan eten en Julian op te halen. Want één keer in de twee weken gaat hij naar mijn mama toe. Die past dan op. Dus dan heb ik lekker vier keer op een dag een ritje van 45 minuten ongeveer. Dus ik besteed heel wat tijd in de auto en... Nou ja, 's avonds is altijd het momentje dat ik die tijd gebruik om een podcast op te nemen. En vandaag heb ik wil iets belangrijks met je delen en ik heb een belangrijke boodschap voor je. Zo voelt het heel erg. Ik denk een groot aantal mensen gaat dit niet tof vinden om te horen. En gaat dit heel confronterend vinden. En ik ga hier niet per se heel veel vriendjes mee maken. En ik ga proberen om het op een hele liefdevolle manier te brengen, maar wel ook een manier waarop het binnenkomt. Want dit is echt, echt, echt een hele belangrijke. En dit is iets, ik was net een podcast aan het luisteren van Gary Vaynerchuk. En hij doet heel veel ook waarin hij mensen coacht, hè, waarin hij vragen beantwoordt. Ik vind dat heel tof ook hoe in welke vorm dat hij dat doet. Wat er gebeurde is, een jongen stelde een vraag en hij houdt letterlijk... een rant van een paar minuten zonder adem te halen. Het was ook heel grappig. En hij zegt heel veel. En in de kern wat hij eigenlijk zegt... want het was niet eens een specifieke vraag die geformuleerd werd... maar Gary zegt wel, maakt niet uit, ik begrijp de vraag. Wat hij vroeg is... Ik doe alles maar half. Ik heb niet echt een hele sterke work ethic. Hè? Ik vind dat ik lui ben. Ik doe heel veel en ik doe alles zelf. En ik vind dat de resultaten uitblijven. En toen zegt Gary heel mooi, heerlijk. Ik vind het zo lekker dat hij nooit een blad voor de mond neemt. Toen zegt hij, oké, let me get this straight. You're just living your life and you're being lazy. En toen zegt hij van, maar hij maakt er een grapje van. Want hij zegt, en dat vond ik echt een hele mooie. Hij zegt... Iemand die lui is, dat betekent... Iemand die lui is op een bepaald vlak... betekent dat hij niet voldoende houdt van het proces naar zijn doelen toe. Op het moment dat jij namelijk... fucking excited bent over de reis die je maakt naar de manifestatie... dus naar het verlangen naar je doelen toe... dan ben jij niet lui. Dan heb je automatisch een hele sterke work ethic. En met work ethic bedoel ik niet hustle, hustle, hustle en werk je helemaal kapot. Helemaal niet. Maar je vindt het ook niet erg om een stapje extra te zetten. En toen zegt hij heel mooi, en dat liet me meteen denken aan... Dat deed me meteen denken aan mijn eigen leven eigenlijk. En vooral ook de afgelopen 10 jaar en hoe het daarvoor was. Hij zegt, op school was ik altijd lui. Waarom? Ik haatte school en ik hield helemaal niet van het proces. Vanaf het moment, zegt hij, dat ik als ondernemer werk... maar ook toen ik mijn vaders bedrijf aan het opbouwen was, die periode daarvoor... heb ik nooit een dag van mijn leven, ben ik nooit lui geweest. Waarom niet? Omdat ik knettergek ben op het proces. I love to build businesses. I love to learn new things. En toen dacht ik meteen, dit is echt zo interessant. Ik heb altijd een gruwelijke hekel gehad aan school namelijk... En echt lui, ja, lui, dat is niet iets waar ik me echt mee kan identificeren. Maar ik heb altijd een gruwelijk hekel gehad aan school. Ik vond het proces ook nooit leuk. Ik zag van heel veel dingen het nut niet in. Het voelde niet goed. Ik was niet op mijn plek. Ik voelde me een rare vogel. Dat was zo op de lagere school, de middelbare school, de universiteit. Het was allemaal... Ik heb nergens fijne herinneringen. Vanaf het moment dat ik school verliet... en zei, oké, let's do this. Ik ga voor mezelf beginnen vanaf dag 1. En het is echt niet altijd allemaal makkelijk geweest. Maar er is letterlijk geen één dag geweest... in die volledige 10 jaar dat ik nu ondernemer ben... dat ik niet gehouden heb van het proces. En dat is misschien ook waarom ik zo resoneer met wat bijvoorbeeld Gary teach. Ik kan me daar zo in vinden omdat ik hetzelfde ben. En hij is dan nog eens een keer 10 in alles wat hij doet. En ja, bij hem is het gewoon oké, ik ga tot 2 uur 's nachts door. Kijk, dat doe ik allemaal niet. Ik bedoel, ik heb daar ook wel een lijn in getrokken voor mezelf. En een bepaalde visie op. Ik geloof ook echt dat dingen anders kunnen. Plus, ieders definitie van succes is anders. Hè? En daar horen ook andere dingen bij.
Maar het gaat even om het grotere plaatje. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om je te beseffen ook, wie ben ik en ben ik voldoende verliefd op het proces? Want op het moment dat je die namelijk niet voelt, hè, dat je echt verliefd bent op het proces, denk ik niet dat je goed bezig bent. En dan zal er ook altijd een moment zijn. Ik wil even opletten in het verkeer. De politie rijdt voorbij, sorry. Dan zal er ook altijd, zal het voelen als het gaat niet hard genoeg. Ik ga niet snel genoeg. Ik doe iets niet goed. Het voelt onvervullend. Ik ben moe, mijn energie is op. Ik doe alles half. Ik voel dat ik tegen een burn-out aan zit. Ik heb er geen zin meer in. Als je dit herkent, dan ben je niet voldoende, ook al denk je van wel, dan ben je niet voldoende verliefd op het proces van het bouwen van je bedrijf. En weet je waar ik dit ook heel erg in terugzag? Toen ik vorige week de vraag stelde over wat wil je leren over crypto. Toen heb ik van zoveel mensen te horen gekregen dat ze het heel graag willen leren. Maar ik merkte ook, hè, dat ze willen leren en dat ze vooral willen horen van waar. En dit is geen oordeel trouwens, hè, maar dat is wat me opviel. Bij veel mensen. Ik wil het weten. Niet zozeer ik wil het leren. Ik wil het weten. Waar moet ik in investeren? Dus met andere woorden, ik kou het me voor. Ik wil weten waar ik moet doen. Ik wil er vooral niet te veel tijd aan besteden. Ik wil vooral niet te veel tijd kwijt zijn aan leren erover. Ik wil gewoon dat het resultaat oplevert. Ik wil dat ik iets doe en dat het resultaat oplevert. Wat ik volledig snap, hè. Ik bedoel, that's the easy way out altijd. Maar dat viel me echt op dat ik dacht. En dat ik altijd dacht bij zo'n vraag van, oké, maar wat doe je nu al op dagelijkse basis? Ja, eigenlijk niks, omdat ik het overwhelming vind. En er waren zoveel vragen bij waarvan ik dacht van, oh, maar doe even wat research. En dan heb je binnen een week heb je al je antwoorden. Maar ik merkte daar ook een bepaalde, en ik bedoel dit echt niet negatief, maar een bepaalde vorm van, niet de tijd erin willen steken of zo. Dus wel de benefits willen reapen. Wel de vruchten ervan willen plukken. Maar niet het werk willen doen. En dat kan zijn omdat het je onvoldoende interesseert. Absoluut. En het maakt ook verder niet uit. Maar ook daarin denk ik van, ik ben elke dag vaak wel minimaal een uur, zeg maar, ook aan het leren over businessgroei. Maar ook aan het leren over crypto, NFT's, dat allemaal. Omdat er zo'n wereld voor je open ligt. En we willen allemaal het resultaat, maar we willen er ook allemaal zo min mogelijk voor doen. En dat is heel mooi. En ik denk ook zeker dat er. Ik ben absoluut de laatste die voorstander is van je kapot werken en weinig uren slapen. Absoluut niet. Maar ik ben wel enorm voorstander van leren, jezelf ontwikkelen en op dat vlak putting in the work. En ook kansen aangrijpen, ergens vol voor gaan, ergens all in op gaan. En ja, vooral ook dat willen leren vooral. Je willen ontwikkelen, willen leren, willen groeien. En op het moment dat je merkt dat je moe bent, dat je er geen zin meer in hebt, dat alles wat ik net opnoemde, dat het niet hard genoeg gaat, dat je het gevoel hebt dat je alles maar half doet, en dat hoort allemaal bij het proces. Dan, ik weet zeker, als je heel eerlijk naar jezelf bent, ben je voldoende verliefd op het proces, ja of nee? Want als je dat echt bent, hè, dan vind je het leuk om nieuwe dingen te leren. Dan vind je het ook leuk om naast mindset stuff en love attraction diepe ontwikkeling je ook te ontwikkelen in, oké, wat zijn verschillende takken? Wat kan ik allemaal ontdekken? Hoe werkt het bijvoorbeeld met sterke copywriting? Wat is marketing? Wat is sales? Waar kan ik me in verbeteren? Hoe kan ik, noem maar op. Er zijn zoveel dingen die je kunt leren. Maar op het moment dat je daar geen interesse in hebt, dan maak je het voor jezelf wel heel moeilijk. Want dan is het voornamelijk, ja, ik wil ondernemer zijn, ik wil de resultaten, ik wil vet veel geld verdienen. Maar ja, me echt ontwikkelen en zeg maar het hele proces eromheen, dat is, dat hoeft voor mij niet. En er zijn mensen die het op die manier voor elkaar krijgen, absoluut. Ik kan zo geen voorbeelden noemen, want ik denk echt wel dat er een bepaalde vorm van ontwikkeling vereist is om bepaalde resultaten te creëren. Maar vooral het stukje verliefd zijn, houden van het proces.
houden van het proces van het bouwen van een bedrijf. Nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ontdekken. Excited zijn om nieuwe dingen uit te gaan proberen. En altijd er zo in staan. Ik praat nu vanuit mezelf, hoe ik er zelf in sta. Van hoe tof zou het zijn? Oh, dit is interessant. Oh, dit wil ik leren. En mezelf dan vaak ook moeten temperen van oké, Kim, focus, focus, focus. Wat is nu het allerbelangrijkste? En daar dan ook echt voor gaan. Maar dat stukje houden van het proces. Want je bouwt geen succesvol bedrijf in een paar maanden. En ook niet in een jaar. Tenminste, dat geldt voor de meesten. En op het moment dat jij niet verliefd bent op het proces, maak je het heel lastig voor jezelf. Zelfs al bereik je een bepaald level na een paar jaar. En dan is het natuurlijk helemaal oké als je content bent met waar je bent. Dat is hartstikke oké. Maar niet als je meer wil. Je wil grotere resultaten. Dan zul je een persoon moeten zijn. En dat is ook een identiteitsding. Die verliefd is op het proces. Die het leuk vindt om nieuwe dingen uit te proberen. En heel vaak ook misschien erachter te komen. Ik had net nog, voor ik deze podcast ging opnemen, een heel mooi gesprek ook met Amber. Over dat ik nog extra dankbaar ben voor alle investeringen, al het leergeld wat ik vorig jaar heb betaald. Wat me vooral heeft geleerd wat ik allemaal niet wilde. Ik heb zoveel lessen geleerd vorig jaar. En dat zijn allemaal financieel gezien hele dure lessen geweest. Maar ik ben daar nu ook weer van iets nieuws een pad wat we willen inslaan. Als ik die lessen niet geleerd had, had ik nu op dit moment, op dat vlak, niet zo sterk aan mijn schoenen gestaan. En ik kon dus nu vandaag opnieuw weer dankbaar zijn voor al het geld dat ik heb uitgegeven vorig jaar. Want ik voelde gewoon, dit is dik vet leergeld. En daar ga ik heel veel aan hebben. En dat blijkt nu weer. Maar dat is ook part of the process. En op het moment dat je daarna kijkt van oh, en denkt van oh, weggegooid geld, had ik dit maar nooit gedaan. Of het investeren in een cursus of wat dan ook. Dan is dat een compleet andere mindset. Dat is geen groeimindset. Dat is een slachtoffermindset. En die wil je niet hebben als je een succesvol bedrijf wil opbouwen. Je zult vet verliefd moeten worden op het proces. Want het gros van de tijd, en dat is ook wat Abraham Hicks teach, ben je aan het reizen van de ene naar de andere manifestatie. En op het moment dat je het proces voor jezelf niet leuk maakt, wordt en het resultaat is niet zo groot als het zou kunnen zijn. En het is vooral, het resultaat voelt ook niet zo leuk. Er is niet zo fijn als een fijne reis ervaren. Want dan is het resultaat nog groter, nog meer mindblowing, nog vervullender. En dat is wat je wil. Het gros van de tijd ben je aan het reizen van manifestatie naar manifestatie. Of van verlangen naar verlangen. Van doel naar doel. Van resultaat naar resultaat. Van groei naar groei. En dat is wat je wil. En dat is waarom je hier bent. En het is zo belangrijk dat je verliefd wordt op het proces. En daar is vaak, zeker in de beginjaren, is daar vaak trial and error voor nodig. En nou, ik vind het leuk om mezelf uit te blijven dagen. Maar dat wil niet zeggen dat hoe ik ben goed is. Hè? Zo bedoel ik het helemaal niet te zeggen. Alleen, het is wel een bepaalde mindset. En ik geloof er echt in dat, nou ja, ik geloof dat Tony Robbins teach 80%. Dat echt 80% ook van het succes, als je het hebt over het bouwen van een succesvol bedrijf. Dat 80%, maar dat geldt ook voor succesvol afvallen of wat dan ook. 80% is echt mindset en voor mij dan law of attraction. Dus dit is zo belangrijk. Zo, 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 zo belangrijk. Dat je de mindset creëert van een succesvol persoon. Van iemand die verliefd is op het proces. Die houdt van groei. Die houdt van ontwikkeling. Die houdt van leren. Die nieuwsgierig is. Die zichzelf wil uitdagen. Die uit zijn comfortzone wil gaan. Omdat hij weet dat hij daarvan groeit. Het dient je zo als mens en als ondernemer. Als dat je identiteit is. Durf nieuwe dingen te proberen. Alleen dan kom je er ook achter wat is voor mij en wat is niet voor mij. Ik weet nog 3-4 jaar geleden dat ik zag dat mensen zeg maar business haalden uit Instagram. En ik zag allemaal mensen, ik zag hele goede schrijvers ook. En ik dacht echt, oh, ik heb altijd overtuiging gehad, ik kan niet schrijven. En in het begin was dat ook gewoon echt zo. Maar wat ben ik toen gaan doen? Dan ben ik hele lange tijd, ben ik echt al die teksten gaan analyseren. Oké, hoe doen ze dit? Wat is de opbouw? Hoe zit zo'n tekst in elkaar? Welke overeenkomsten zie ik? En daar heb ik zoveel geleerd. Dat heeft gemaakt dat het door op die manier alles te gaan bestuderen van wat ik goed vond, dat ik copywriting heb geleerd. En dat is een cruciaal onderdeel van een succesvol bedrijf ook. En dat geldt ook voor andere dingen. Maar uiteindelijk wel op je eigen manier, dan het je volledig eigen maken. Ik bedoel, daar ben ik ook de allergrootste voorstander van. Maar dat gaat een gamechanger zijn. Maar het gaat erom, ben je bereid om het te willen leren? Maar vooral ook,
kun je het leuk vinden om dit te leren? Dat is het vooral. Want je kan wel alles willen leren. Maar als alles met tegenzin gaat, gaat het ook niet het resultaat opleveren wat je zo graag wil. Dus concluderend is het vooral de vraag aan jou. Hoe kun jij verliefd worden op het proces? Wat gaat voor jou werken zodat jij verliefd gaat worden op het proces? Gaat houden van het proces? Het leuk gaat vinden? En dus ook niet gaat kijken naar het gaat niet hard genoeg. En alleen maar jezelf gaat af, de conclusie gaat trekken op basis van resultaat. Nee, ga ook eens kijken naar de groei in het proces die je hebt doorgemaakt. Wat je allemaal geleerd hebt. En hoe dat je kan dienen in een volgend jaar bijvoorbeeld. Dat is zo ontzettend belangrijk. En ga op die manier kijken naar groei. Maar wil vooral op die manier ook groeien. Dat is het echt. Wil vooral op die manier ook groeien. Want er is zoveel mogelijk op het moment dat jij qua mindset daarin gaat shiften. Als je verliefd wordt op het proces van het bouwen van een succesvol bedrijf. Verliefd wordt op het proces van gewicht verliezen en trekken maar door op alle andere vlakken. Dan wordt het een gamechanger. Want dan is het niet dagelijks. En het lukt nog niet. Het gaat niet hard genoeg. Nee, het is dan elke ochtend, yes, ik mag weer. En ik kan je uit ervaring zeggen, nou dat is even een partij, een gamechanger in hoe je je voelt, dus wat je aantrekt, maar gewoon hoe elke dag voor je is. Kun je je voorstellen dat je elke dag letterlijk het gevoel hebt, ik heb zin om de dag te beginnen, ik zal niet te enthousiast worden door te zeggen van ik spring uit bed. Maar dat, ik mag weer toffe dingen doen. Ik mag mezelf weer uitdagen. Ik mag weer groeien. Ik mag weer nieuwe dingen leren. Oh man, ik gun je dit zo. Ik gun je dit zo enorm. Als je er zo in gaat zitten. Wat is er nodig? Wat lijkt me tof om te leren? En je daarin te gaan ontwikkelen. En verschillende dingen te gaan proberen. En alleen dan kom je erachter wat voor jou werkt en wat niet voor jou werkt. Dit is niet iets wat je kunt overnemen van een ander. Want wat ik tof vind om te doen en hoe ik mijn business run is misschien totaal niet jouw ding. En daar kom je alleen maar achter door te doen, door te experimenteren. Daardoor vind je jouw pad. En vervolgens kun je dan double downen on die dingen die het helemaal voor jou zijn. Want daar zijn wel het experimenteren voor nodig. Net zoals ik mezelf blijf uitdagen in dit jaar. Want die commitment is nu gemaakt, definitief. Gaat voor mij ook een nieuwe zijn. Is dat ik eindelijk ga doorpakken. Doordat ik stok achter de deur heb op het stuk webinars. Compleet nieuwe wereld voor mij. Maar kan ik echt zeggen, ik ben er klaar voor. Ik heb er fucking veel zin in. En no excuses. We gaan het gewoon doen. En we gaan kijken wat dat brengt qua groei. Vooral hoe ik me erbij ga voelen. Want misschien ga ik het wel super tof vinden. Ik heb vooral zin om het proces te gaan ontdekken van oké, hoe kan ik dit op een Kim manier gaan doen? En niet zoals anderen teachen. Nee, hoe ga ik mijn eigen ding ontwikkelen? En waarschijnlijk gaat dat iets worden zoals niemand het doet. Daar hou ik heel erg van. Om dat heel erg mijn eigen sausje ergens overheen te gieten. En het compleet anders te doen dan wat er bijvoorbeeld geteacht wordt. En dat maakt het proces leuk. Ik zit er echt met een smile dit te vertellen. Terwijl ik het ook doodeng vind. Maar het is die uitdaging. Die groei. Die dat. En dat is zo leuk. Het proces van nieuwe dingen. En maar vind voor jou de weg. Want ik weet niet hoe het voor jou werkt. Iedereen is anders. Zodat je verliefd wordt op het proces. Want je gaat het complete spel veranderen voor jezelf. Dat is je taak. Dat is je opdracht van vandaag. Eerst die confrontatie met jezelf aangaan. Ben ik op dit moment voldoende verliefd op het proces? Op het moment dat je het als zwaar ervaart, is het antwoord sowieso nee. Dus dan is de vraag, oké, wat kan ik doen om mijn proces leuk te maken? Wat is mijn definitie van succes? Wat wil ik graag? En hoe kan ik dit proces van leren en ontwikkelen en van ontdekken het allerfijnste maken voor mij? Dat. En de enige die daar antwoord op heeft, ben jij. Ik zou het heel tof vinden als je het met me deelt. Maar de ene die daar het antwoord op heeft, dat ben jij. En dat geldt ook voor. Hè? Los van dat ik het tof vind om een expert te mogen interviewen en waarde te mogen bieden. Maar uiteindelijk, als je er goed in wil worden, dan zul jij the work moeten doen. En dan zul jij research moeten doen. En dan zul jij ook misschien elke dag een uur moeten besteden aan leren over nieuwe dingen. Maar ik zet 's avonds het bad aan en ik denk, yes, me time. En ik ga een bad liggen en ik ga een podcast luisteren. Of ik ga YouTube-video's kijken. En dat is zo, dan lig ik echt in bad met een smile en denk, oh, weer wat geleerd. Zo, ja, het klinkt echt als een enorme nerd. Maar dit is echt verliefd zijn op het proces.
En toen Gary dat noemde van ik was lui op school. Ik haatte dat. En ik was niet verliefd op het proces. En op het moment dat ik een eigen business had, was het een complete gamechanger. Dat was geen moment dat ik... En toen dacht ik echt, oh my god, dit is precies wat ik ook voel. En waar ik ook echt in geloof dat dit zo'n belangrijk onderdeel is van het wel of niet behalen van succes. Oké. Dus, aandachtspunt, doe er iets mee. Let me know. Oké? Ik ga hem afronden. Thank you for listening. En ik spreek je morgen. Doei.